Welkom in deze volgende video op de Wiskunde Academie. In deze volgende video gaan we je leren hoe je breuken vermenigvuldigt. Voor velen die net van de basisschool afkomen, vooral is het een nieuw onderwerp. Voor de rest zal je het waarschijnlijk al een keer gezien hebben en is dit slechts een herhaling. Maar goed om toch even goed te kijken van wat kun je nou precies doen wanneer je breuken vermenigvuldigt. Vooral als je straks ook leert rekenen met letters. Dus hoe vermenigvuldig je breuken? En om even makkelijk te beginnen, beginnen we met een getal keer een breuk. Dus 2 keer 3 achtste. Nou, 2 keer 3 achtste kunnen we weergeven als plaatje. Dus we hebben 3 van de 8 stukjes en dit gaan we verdubbelen. Dus we krijgen eigenlijk 6 van de 8 stukjes. Dus 2 keer 3 achtste wordt 6 achtste. Wat heb je dus eigenlijk met elkaar vermenigvuldigd? Nou, je ziet hier dus dat je die 2 eigenlijk alleen maar met de bovenste vermenigvuldigt, met die 3. En we kunnen hier eigenlijk nog verder vereenvoudigen, want 6 achtste is natuurlijk gelijk aan 3 kwart. Belangrijk, getallen schrijven als een breuk. Je kan namelijk elk getal altijd schrijven als een breuk. Namelijk heel simpel door te delen. Namelijk 2 kan je schrijven als 6 gedeeld door 3 en is dus ook gewoon 6 derde. Bedenk, een breuk is eigenlijk een deling. Maar ja, wat is natuurlijk nog een veel makkelijkere manier om 2 als breuk te schrijven? Namelijk gewoon gedeeld door 1. 2 gedeeld door 1. 2 eende. Dat is de makkelijkste breuk die je kan maken altijd. Gewoon gedeeld door 1 eronder zetten. Dus we kunnen hier, in het voorbeeld, kunnen we die 2 gaan schrijven als een breuk. Namelijk door 2 te delen door 1. En welke getallen vermenigvuldig je nou met elkaar? Nou, die 6 die komt eigenlijk omdat je dus 2 keer 3 doet. En wat doe je dus eigenlijk met de noemers? Nou, die noemers hoef je dus helemaal niet gelijk te maken bij vermenigvuldigen. En vermenigvuldig je gewoon gelijk met elkaar. Dus 1 keer 8 wordt 8. Maak dus ook nooit noemers gelijk. Dan worden ze namelijk heel erg groot. Nou, we gaan hier nog even wat verder op in. Je ziet hier dus eigenlijk dat het dubbele van 3 achtste, want we hadden 2 keer 3 achtste, dus het dubbele van 3 achtste, is gelijk aan 3 vierde. Dit even in een zin uitgeschreven. Even nog een voorbeeldje. Dus 3 achtste, het dubbele daarvan, dus keer 2, wordt 3 vierde. Dat was wat we daarboven geschreven hadden. De andere kant op betekent dus dat de helft van 3 vierde gelijk is aan 3 achtste. Het dubbele van 3 achtste is 3 vierde, dus de helft van 3 vierde is weer 3 achtste. Nou, de helft van kunnen we schrijven als gedeeld door 2, maar we kunnen het ook schrijven als keer een half. Dus dat betekent dus dat 3 vierde keer een half, dus een half keer 3 vierde, daar moet dus 3 achtste uitkomen. Ook hier zie je weer, teller, 1 keer 1, of sorry, 1 keer 3 wordt die 3. En 2 keer 4, dus de onderkant, keer elkaar, 2 keer 4, wordt de nieuwe 8. Dus dit is de manier van vermenigvuldigen. Dus hoe vermenigvuldig je dus breuken? Nou, breuken vermenigvuldigen is met de regel dat een breuk keer een breuk eigenlijk niks anders is als de teller van de eerste breuk keer de teller van de tweede breuk. En de nieuwe noemer wordt gewoon de noemer van de ene breuk keer de noemer van de tweede breuk. Even nog een voorbeeldje bij. Dus 2 zevende keer 3 vijfde. Dat berekenen we dus door vervolgens 2 keer 3 te doen. Dat wordt je nieuwe noemer, of sorry, je nieuwe teller 6. En aan de onderkant 7 keer 5 wordt je nieuwe teller 35. En in het geval dat dus beide nog deelbaar zijn door een getal, kan je hier nog vereenvoudigen. Maar dat is in dit geval niet het geval. Is er nog een snellere manier? Zijn er nog handigheden die je kan gebruiken bij het vermenigvuldigen van breuken? Nou, er is nog een snellere manier voor het vermenigvuldigen van breuken, die niet altijd toegepast kan worden, maar als het kan, scheelt het je heel veel tijd. Bijvoorbeeld 3 vijfde keer 5 achtste. Als je deze uitrekent, wat krijg je dan? Nou, dan krijg je natuurlijk 15, die 3 keer 5 wordt 15 en die 5 keer 8 wordt 40. Maar boven en onder kan je nog delen door 5, dus dat wordt nog 3 achtste. Nou, wat valt je hier nou op aan de uitkomst, 3 achtste, en de oorspronkelijke som, die 3 vijfde keer 5 achtste? Waar komen die 3 en de 8 vandaan?
Als je goed kijkt, staan die 3 en die 8 die staan er al in. En die 5 die zijn dus eigenlijk weggevallen. Die 3 stond er bovenin, die 8 stond er onderin. En dat wordt eigenlijk je nieuwe breuk. Is dit toeval? Is het altijd zo? Dus laten we het eens even gaan bekijken. 3/5 keer 5/8 kunnen we ook schrijven, nou, als we vermenigvuldigen, als 3 keer 5. En de onderkant, als we vermenigvuldigen, als 5 keer 8. We gaan dus nog even niet uitrekenen. Maar dat worden je nieuwe noemer en je nieuwe teller. Je hebt als het ware een som in de breuk staan. En dat mag. Dan kunnen we zeggen, ja, die 5/8, die wisselen we om. Dan hebben we dus 3 keer 5 en 8 keer 5 staan. Maar we weten dat als we in de teller en in de noemer beide met hetzelfde getal vermenigvuldigen, dan mogen we die wegstrepen. We kunnen ook zeggen, we splitsen hem weer. We gaan weer de omgekeerde weg. Dus dan wordt het 3/8 keer 5/5. Maar hoeveel is 5/5? 5/5 is natuurlijk gelijk. Nou, 5 gedeeld door 5, dat is 1. Dus hier staat eigenlijk 3/8 keer 1. En 3/8 keer 1 is natuurlijk gewoon 3/8. Dus vandaar die 5/5, die vallen tegen elkaar weg. Zolang die dus in de teller en in de noemer staan. Ander voorbeeld is dat we het gaan benaderen als een deling. Dus we gaan zeggen, 3/5, ja, dat is gewoon 3 gedeeld door 5. Keer, en dan 5/8, dat is 5 gedeeld door 8. Dus 3 gedeeld door 5 keer 5 gedeeld door 8. Hé, maar als we een getal hebben, 3, we gaan het eerst delen door 5 en dan weer keer 5 doen, dan gebeurt er helemaal niks mee. Dus dit tussenstukje, dat gedeeld door 5 en keer 5, valt eigenlijk tegen elkaar weg. En daar staat hij weer, 3 gedeeld door 8, en dat is natuurlijk hetzelfde als 3/8. Dus wat mogen we nu eigenlijk precies doen? We mogen hier die 2/5 tegen elkaar wegstrepen. En dat mag dus alleen bij een vermenigvuldiging. Let op, alleen bij een vermenigvuldiging mag je hier dus boven wegstrepen. En dat geeft natuurlijk een snellere manier. Dus bij een vermenigvuldiging van breuken, dus niet bij een optelling of een aftrekking, alleen bij vermenigvuldiging van breuken mag je dus, zoals je hier ziet, waarbij een teller en een noemer gelijk zijn, dus boven en onder, niet allebei beneden of allebei boven, boven en onder, mag je dus die twee zevens die je ziet, mag je tegen elkaar wegstrepen. En dan krijgen we dus 2/9. Dit scheelt je dus een grote berekening en daarna een vereenvoudiging. Even een voorbeeld hiermee. En we maken gelijk iets groter. Dus 4/6 keer 6/5 keer 2/4. Nou, je ziet hier al, er staat hier, we zouden hem op de ouderwetse manier uitrekenen. En dan gaan we gewoon de eerste twee breuken met elkaar vermenigvuldigen. Dan krijgen we dus 24/30 en dan keer 2/4. Nu kunnen we de volgende uitrekenen en dat wordt dus 24 keer 2 wordt 48 en 30 keer 4 wordt 120. Nu moeten we weer gaan vereenvoudigen. Dus dan gaan we zeggen, nou, boven en onder kunnen we door 24 delen, krijgen we dus 2/5. Heel veel rekenwerk, heel veel tijd. Kunnen we dit dus sneller doen? Ja, natuurlijk. Want we kunnen de 6 tegen elkaar wegstrepen en we kunnen de 4 tegen elkaar wegstrepen in het oorspronkelijk. En dan houden we, zoals je ziet, al gewoon 2/5 over. En daarmee heb je ook gelijk veel sneller het antwoord 2/5. Nog een voorbeeldje. Om even te kijken of je het nu goed door hebt. Pauzeer hem desnoods even. Doe hem even voor jezelf. Een 4 plus 4/7 keer 1/2 keer 7/2. Nou, als je snel kijkt en je denkt, ja, wegstrepen, wegstrepen, dan mag je natuurlijk de 4 en de 7 tegen elkaar wegstrepen. Zou je denken. Maar let op, er staat 2 keer keer en 1 keer plus. Dus we hebben hier 2 stukken. Een 4 en dan die hele reeks met vermenigvuldigingen. Dus we zullen toch echt eerst die 4 over moeten nemen en eerst moeten gaan rekenen in die vermenigvuldiging. Nou, hier heb je natuurlijk de 7's die allebei voorkomen. Dus die mag je wegstrepen. Mag je nu ook de 2 wegstrepen tegen elkaar? Nee, want je deelt eigenlijk 2 keer door 2. Dus ze staan niet bovenonder, dus die mag je hier niet wegstrepen. Dus je vermenigvuldigt gewoon 4 keer 1, dat wordt je nieuwe teller. En 2 keer 2 wordt 4, wordt je nieuwe noemer. Toevallig 4/4. En 4/4 is natuurlijk samen 1. En 1/4 plus 1 is natuurlijk 1/1/4. Nou, dit was de uitleg over het vermenigvuldigen van breuken. In de volgende video gaan we laten zien hoe je ook samengestelde breuken kan vermenigvuldigen, omdat we het hier nog niet besproken hebben.
Wil je mee weten? Ga dan naar de site wiskundeacademie.nl en je kan ons natuurlijk altijd volgen op Twitter, like op Facebook en je kan subscriben op ons YouTube kanaal. Tot in de volgende video.